Wil jij weten welke spieren je allemaal traint op een crosstrainer? Dan ben je hier op de juiste plek. In deze korte video ontdek je namelijk welke spieren je allemaal traint op de crosstrainer. Je ziet de crosstrainer in bijna elke sportschool staan. En dat is natuurlijk niet voor niets. Het toestel wordt voornamelijk gebruikt om conditie mee op te bouwen of om af te vallen. Voor deze doeleinden is de crosstrainer erg effectief. Dit komt voornamelijk doordat je op dit apparaat zoveel spieren in je lichaam tegelijk aanspreekt. Maar welke zijn het eigenlijk? Met een crosstrainer train je de volgende spiergroepen. De beenspieren. De benen worden het meest getraind tijdens crosstraining. Alle delen van je benen komen aan bod. De quadriceps. Dit is de spiergroep aan de voorkant van je been. Deze worden tijdens crosstraining minder belast dan de hamstrings. De hamstrings. Deze worden het meest aangesproken. Als je de eerste paar keren op de crosstrainer hebt getraind, is de kans groot dat je deze de volgende dag zult voelen. De bilspieren. De billen worden net zoals de hamstrings goed belast. Ook bij de bilspieren is de kans groot dat je deze de volgende dag voelt. Hoe zwaarder jij de weerstand instelt, hoe meer je beenspieren getraind worden. Kuiten. De kuitspieren worden minder aangesproken dan bij normaal hardlopen. Dat komt omdat je je voet plat houdt op de crosstrainer, in plaats van dat je je voet afrolt van je hak naar je teen, zoals je dat met normaal lopen doet. De armspieren. Je kunt er tijdens het trainen op de crosstrainer voor kiezen om de buitenste bewegende handvaten of de kleine handvaten aan de binnenkant vast te pakken. Hier kun je in afwisselen. Echter zorgen de bewegende handvaten voor meer spieractivatie. Als je je armen meebeweegt, ligt je calorieverbruik dus ook automatisch hoger. In de armen worden de volgende spiergroepen aangesproken. De biceps, binnenkant bovenarmen. De triceps, de buitenkant bovenarmen. De onderarmen. De schouderspieren. Voornamelijk je schouders kun je gaan voelen de volgende dag. Dit is omdat je armen continu omhoog houdt. Je kunt het vergelijken met een soort boksbeweging. De buikspieren. De buikspieren worden in mindere mate ook getraind op de crosstrainer. Wil je de buik extra aanspreken? Gebruik dan de handvaten niet en train zonder jezelf vast te houden. Je buikspieren zullen zo extra hard moeten werken om de hele romp in balans te houden. Het beste is om af te wisselen tussen de bewegende handvaten, de middelste handvaten en met je armen vrij. De rugspieren. Bij de trekkende en duwende beweging van je armen worden ook je rugspieren aangesproken. Hierbij levert vooral je bovenrug kracht. Maar ook je onderrug wordt aan het werk gezet. Je onderrug zorgt er samen met je buikspieren voor dat je rechtop blijft staan tijdens het trainen en je balans bewaart. En dan nog de overige spieren. Naast de zojuist benoemde spiergroepen train je natuurlijk, net zoals met elk cardioapparaat, zowel je longspieren als je hartspier. Conclusie, de crosstrainer is een enorm veelzijdig apparaat waarmee je vrijwel je gehele lichaam traint. Via het linkje in de beschrijving onder deze video bekijk je direct de beste crosstrainers. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Heb je er wat aan gehad? Geef dan even een like op deze video en abonneer op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende.